Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft in overeenstemming met het VOS-directeurenberaad de schoolonderzoeken en examens voor het voortgezet wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs met anderhalve week verschoven. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de lerarenstaking die haast 3 weken heeft geduurd. Muriel Hoepel, onderdirecteur onderwijs, geeft aan dat er vanuit het ministerie ook een voorstel was gedaan om de Pinkstervakantie en Paasvakantie in te korten. Hiervan is echter afgeweken na overleg met het directeurenberaad. Nadat we dat schrijven hebben gestuurd naar de schooldirecteuren is er toen enige ruis ontstaan met betrekking tot het inkorten van de vakantie, terwijl het eigenlijk een voorstel was dat vanuit de VOS-directeurenberaad naar ons toegestuurd is. We hebben dat overgenomen en toen bleek dat er toch enige ruis was. Heeft uiteindelijk de directeur samen met haar staf een besluit genomen om dat te laten vallen. En dan wel de andere voorstellen met betrekking tot het inlopen van de leerstof op de zaterdag of tijdens het 8e lesuur dan over te nemen met dien verstande dat zij, die ook in de vakanties hun programma willen inlopen, dat die mogelijkheid er ook nog is. Volgens Hoepel bepaalt elke VWO-school zelf haar inhaalprogramma. Gezamenlijk wordt er echter getracht het schooljaar tot een goed eind te brengen, geeft ze aan. Nou, wij hebben de voorstellen gedaan. En het is ook de organisatie van de school die eraan zal moeten meewerken om inderdaad die leerstof die gemist is, om die leerstof in voldoende mate in te lopen, zodat de kinderen uiteindelijk in voldoende mate voorbereid zijn op de repetities, de SO's en het examen. Daar gaan wij vanuit. Muriel Hoepel, onderdirecteur onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, NOC, heeft in overeenstemming met het VOS-directeurenberaad de schoolonderzoeken voor het VWO en HAVO met anderhalve week verschoven.